Jasper Sillissen reageert op uitsluiting van WK. Inwoners Druten protesteren tegen plannen parkeergarage. En ontwikkelingen in zaak overleden baby Beuningen. NEC won gisteren eindelijk weer eens thuis in de Goffert en dat met ruime cijfers. De Nijmegenaren wonnen met 6-1 van RKC en staan nu op een 9e plek. Maar de aandacht ging gisteren vooral uit naar één man, Jasper Sillissen, de doelman van NEC, die niet naar het WK gaat. Gisteren verbrak hij de stilte en sprak met onze verslaggever. Hoe is het om de meest besproken man van Nederland te zijn? Nou, dat had ik liever niet gehad. Nee. Maar hoe heb je het ervaren de afgelopen 2 dagen? Want dat lijkt me heel bizar. Ja, er is het nodige gebeurd. En de emoties zijn van links naar rechts gegaan. Maar goed, we moeten door. En dan is het extra lekker dat je vandaag een goede overwinning neerzet. Heb je gedachten van, ja weet je, ik ga lekker een weekendje te Schellingen, bekijk het allemaal? Nooit. Ik heb vanaf minuut 1 gezegd van, ik ga volle bak trainen op vrijdag, op zaterdag. En op zondag wil ik hier aan mijn supporters laten zien dat ik nog steeds aanwezig ben. Je coach heeft gevraagd aan de supporters, jongens, graag dat mijn keeper staan, als we zitten staan. Ik zei net tegen hem, ze luisteren wel naar je. Ja, inderdaad. Dus ongekend de steun die ik vandaag gehad heb van de supporters. Ja, het is wel iets heel speciaals. Was het voor jou anders geweest als de coach zou zeggen van, weet je, ik maak ook kwaliteiten of speelminuten of wat dan ook. Dat je nu toch een beetje, iedereen het een beetje gevoel heeft, het gaat om niet om voetbalkwaliteiten of zoiets. Is dat moeilijker? Nou ja, goed, prettig is anders. Alleen, goed, het is wat het is en ik ga het niet meer veranderen op dit moment. En hoe zit je daarna te kijken? Want het is natuurlijk ook het laatste klusje van Louis van Gaal en Frans Hoek. Dus Patrick Lodewijs komt eraan. Dan moet je bij hun zijn. Wat ze met mij van plan zijn, ik weet niet welke plannen ze met mij hebben. En daarna horen we wel. Maar wat is jouw ambitie wat dat betreft? Volgens mij gaat Remco met zijn 39 nog een WK spelen. Dus ik ben 33, dus ik kan nog wel even vooruit, toch? Bewoners ten noorden van cultureel centrum De Bogert in Druten zijn tegen het plan voor een parkeerhuis. Die 11 meter hoge parkeergarage zou op de huidige parkeerplaats van Den Bogert moeten komen, grenzend aan een aantal huizen. Bewoners zijn bang dat er straks amper daglicht in hun tuinen komt. Het parkeerhuis staat in het plan dat ontwikkelaar De Klokgroep heeft gemaakt voor de nieuwe wijk De Portier. De wijk komt ten oosten van Den Bogert te liggen. Patrick en zijn buren juichen dat alleen maar toe. Het braakliggend terrein, dat moet ingevuld worden en het liefst zo snel mogelijk, want het ziet er zo ook niet uit. Dus en de plannen van de wijk waren hartstikke mooi. Maar niet het plan van een parkeergarage. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige bewoners van Portier genoeg plek hebben voor de auto en om het parkeerplekkentekort van Den Bogert op te lossen, wil De Klokgroep een groot parkeerhuis bouwen. Het grootste probleem van de parkeergarage is dat die grenzend aan onze achtertuin komt met een hoogte van 11 meter. Met daarbij dat we dus al onze zon, uitzicht, alles wordt ontnomen in één bouw. Daarnaast vindt Patrick het hypocriet dat de gemeente het heeft over een groene wijk, maar wel een parkeergarage ernaast wil zetten. En je gaat alle mensen uitnodigen om in het parkeerhuis te komen met de auto. Want we hebben parkeerplaatsen genoeg dadelijk. Ja, dus iedereen kan straks, als ze naar de theatervoorstelling willen, gewoon de auto pakken. Ja, dus iemand 3 straten verderop, die denkt van, oh, ik heb toch geen parkeerprobleem, want er zijn er genoeg. We gaan maar met de auto. Ja, als mens snap ik dat, dat de direct aangrenzende bewoners daar niet blij mee zijn. Tegelijkertijd zijn veel andere omwonenden wel blij, omdat het ook een bestaand parkeerprobleem oplost. En wij moeten samen met de gemeente, is het onze taak om de belangen zorgvuldig af te wegen en uiteindelijk tot definitieve plannen te komen. Ja, bewoners komen zelf met het idee om een parkeergarage bijvoorbeeld bij station Druten te maken. Zou dat een optie zijn? Die oplossing hebben we alles integraal afgewogen in samenspraak met de gemeente. En uiteindelijk is de huidige oplossing naar voren gekomen als het beste plan. We hebben in het gesprek met de direct omwonenden wel aangegeven dat we daarover nog eens in gesprek zullen gaan met de gemeente. Een ondergrondse parkeergarage, is dat mogelijk? Is dat een optie? We maken in het plangebied een ondergrondse parkeergarage. Alleen een ondergrondse parkeergarage die de totale parkeerdruk oplost. Dat hebben we in het verleden ook onderzocht. Daar is geen ruimte voor.
Aanstaande vrijdag kunnen omwonenden hun zorgen uiten bij het college van burgemeester en wethouders. In december wordt het eerste plan door de klokgroep bij de gemeenteraad ingediend. Daarna kunnen bewoners hun kritiek erop geven. Begin volgend jaar wordt het officiële plan ingediend. De klokgroep hoopt in 2024 te kunnen starten met de bouw van de wijk en misschien wel met een parkeergarage. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Voor de enkeling die het heeft gemist of gewoon voor de liefhebber, nog één keer de intochten van Sinterklaas in onze regio op een rij. De vader van de baby die begin november is overleden, blijft nog minimaal 2 weken vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De moeder van het kindje is vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak. De ouders uit Beuningen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van hun baby. Het kindje werd op 1 november met ernstig letsel binnengebracht in een ziekenhuis in Nijmegen en overleed een dag later. De politie is vervolgens een onderzoek gestart en de ouders werden begin vorige week aangehouden. Het zal je vast niet zijn ontgaan dat Sinterklaas afgelopen weekend is aangekomen in Nederland. Bij ons op RN7 kon je in een speciaal Sinterklaasjournaal al zien hoe dit gebeurde in Nijmegen, Beuningen, Wijchen en Elst. Mocht je het toch hebben gemist of er gewoon niet genoeg van kunnen krijgen, dan is hier nog even een compilatie van deze intochten. Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. In Nijmegen kwam Sinterklaas rond 12 uur aan, direct na zijn landelijke aankomst in Hellevoetsluis. Traditiegetrouw voer hij op de pannenkoekenboot langs de Waalkade om vervolgens aan land te gaan voor het Hollands Casino. De Nijmeegse burgemeester Hubert Pruls groette hem als eerst. Sinterklaas, Sinterklaas, hoe is het om weer in Nederland te zijn? Het is geweldig, hè? Nou, in Nederland zegt u, maar ik ben hier in Nijmegen, de mooiste en oudste stad van Nederland. Dus geweldig allemaal. Met de stoomboot gelukkig. Is de reis goed gegaan? Helemaal goed gegaan, ja. Ja, dank u wel. En ook alles met de pakjes goed gekomen? Het komt allemaal in orde, zoals altijd. Ook in Wijchen was Sinterklaas te vinden, maar hier werden de rollen omgedraaid. De Sint had ondertussen al plaatsgenomen in het kasteel van Wijchen, zodat de kinderen langs hem op konden lopen in plaats van de Sint langs de kinderen. Ik kan u vertellen dat er heel veel kinderen staan te wachten. Echt waar? Ja. Oh, dan moeten ze me niet te lang ophouden, denk ik. Nee, maar dat ga ik ook niet doen, want dat is niet leuk voor al die kinderen. Ik wens u een hele mooie tijd hier in Nederland. Ik dank u hartelijk en ja. Ik hoop u nog te zien. Nou, dat komt vast. Niet vergeten uw schoen te zetten. En niet meer 3 laarzen, hè? Dat vond ik niet zo aardig. Was dat te veel? Ja, dat was iets te veel. Rond 2 uur was het de beurt aan Beuningen. Op het Julianaplein stond een podium klaar voor de Goedheiligman. De Sint kwam aan via het winkelcentrum en het werd gezellig druk. Kinderburgemeester Siem was ook van de partij en leidde het handjeschudden in goede banen. Ik moet hier zo staan. Zo. Ik moet hier een beetje de tekeningen moet ik verzamelen. En ik moet gewoon een beetje gezellig blijven, een beetje zwaaien bij Sint. Hoe is het om Sint 2 jaar weer hier in Beuningen te hebben? Het is wel weer speciaal. Ook speciaal dat hij dit jaar met het vliegtuig is gekomen. En niet met de stoomboot. Het was heel spannend of hij nog zou aankomen. Maar het is gelukkig nog gelukt. En hij is hier dus. Tot slot reed de Sint per spoor naar Elst, waar hij rond 3:15 middels een stoptrein aankwam. Op het stationsplein, dat uiteraard vol stond met wachtende ouders en kinderen, stond zijn paard o zo snel paraat, waarmee Sinterklaas zijn weg vervolgde richting het gemeentehuis van Overbetuwe. Eenmaal aangekomen bleek er nog een grotere menigte te staan. Burgemeester Patricia Hoijtink-Raubels wachtte de Goedheiligman op en sprak een kort woord. En ik denk dat alle kindjes wel een heel hard applaus kunnen geven dat Sinterklaas hier is gekomen. Hier achter mij zien we een heerlijk najaarszonnetje, zoals we die de afgelopen week al veel hebben kunnen zien. En ik hoop ook dat je vandaag hebt genoten, want in de loop van de week komt de zon steeds minder vaak aan bod. Helaas zal het huidige weerbeeld langzaamaan gaan veranderen. Morgen wordt een dag met nog wel veel ruimte voor de zon, maar ook de nodige bewolking. In de ochtend en in de avond is er daarnaast een kleine kans op een enkel buitje. Het wordt dan 13 graden.
De dagen erna zal de regen steeds meer de overhand hebben. Woensdag is een vrij wisselvallige dag met vooral in de middag hier en daar een bui. Donderdag belooft een dag met veel buien te worden, hoewel de zon tussendoor ook wel te zien zal zijn. Ook naar het weekend toe blijft het wisselvallig. En tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze site rn7.nl. Graag tot morgen!